Goedemiddag, welkom terug bij het congres, maar dan bent u inmiddels aangeschoven bij een van de workshops. De workshop Verstedelijking Nationale Omgevingsvisie. En dat heeft voor u twee voordelen. We hebben een hele uur de tijd en u bent met een kleiner groepje, dus we kunnen veel meer van uw vragen ook nog beantwoorden en behandelen. En we gaan natuurlijk door op het thema wat we al introduceerden in het plenaire gedeelte, maar daar waar we daar heel erg ingezoomd hebben, ook op concrete projecten. Nemen we een klein beetje meer afstand. Dan gaan we er eens, zoals dat dan zo populair heet, boven hangen. Dat doe ik met vier gasten die allemaal digitaal bij ons zijn. Dus ik kijk eigenlijk net als u nu naar een schermpje. Vincent van der Werf, directeur van de Nationale Omgevingsvisie. Fijn dat je er bent. Rob van Muilenkom, gedeputeerde in Utrecht en betrokken bij de ruimtelijke ontwikkelstrategie in de regio Utrecht. Paul de Beer, wethouder Breda en betrokken bij de regionale investeringsagenda. Paul, die hebben we net ook al even in het plenaire deel langs gehad. En Maarten Jansen, directeur van Amvest. Voordat we dat gesprek gaan voeren, doen we eigenlijk weer hetzelfde als we deden bij de plenaire sessie. Ik wil eigenlijk graag even weten waar u werkt. En in welke provincie werkt u nu eigenlijk precies? Gewoon om even een beeld te hebben over de vraag wie er eigenlijk bij ons visueel aan tafel zit, virtueel aan tafel zitten. Nou, dat halen we ondertussen even op. En dan gaan we dadelijk als eerste in gesprek met Rob van Muilen komen. Eerst wacht ik nog even op het beeld, want we weten niet of er heel veel mensen hier uit de regio Utrecht bijvoorbeeld aan tafel zitten, of dat er heel veel mensen zitten van heel ver weg, of ze het gebied hier eigenlijk wel kennen. En voor degenen die net meekijken, ik sta hier in De Kas. Hier groeit de stedelijke transformatie vandaag. Dat doen we in Woerden. Vanaf 15 meter hoog kijken we hier op een transformatiegebied waar het begin van de transformatie gemaakt is. We zijn eigenlijk zeg maar live bij het Corpus Delicti, om het zo maar te zeggen. Ik kijk even of we al een beeld hebben in de woordwolk of het beeld waar mensen vandaan komen. Dat hebben we nog niet. Ja, het kan ook niet verder. Weet u wat? We beginnen even in gesprek met Rob en dat doen we dan dadelijk even tussendoor. Dat is misschien wel zo handig. Rob, als je nou even je ogen dicht doet en je denkt het is 2040. 2040. Welke plek zou jij de provincie dan graag willen bezoeken en waarom eigenlijk? Ik wil het een tandje versterken, Job. Waar zou je willen wonen? Woont zelfs, ja. En vorig jaar hebben we dit congres gehouden in Amersfoort, oliemolenkwartier. En bij het oliemolenkwartier wordt de kop van Isselt getransformeerd van een verouderd bedrijventerrein naar een terrein waar nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Woon-werklocaties. Woon-werklocaties aan de Eem gelegen, wat wil je nog meer? Woon-werklocaties waar je te voet zo het centrum van Amersfoort in loopt. Waar je te voet zo bij het station in Amersfoort komt. En waar je vele duizenden woningen kunt bouwen. Nou, ik denk dat dat echt een droomgebied voor mij is in 2040. En misschien voor mij een mooi plekje met uitzicht op de Eem. Dan heb je natuurlijk wel een probleem als gedeputeerd voor heel de provincie Utrecht bij de voorkeur. Nou ja, dat zullen mensen je niet kwalijk nemen. Maar belangrijker is wel dat het natuurlijk niet gaat om die ene plek. Maar we zouden iets meer naar het totale kijken. En in de provincie Utrecht hebben jullie een ruimtelijke ontwikkelstrategie voor de regio Utrecht gemaakt. Dat is zo'n hele mond vol. Ik krijg dan een beetje van die visioenen van hele dikke pakken papier. Maar kun je iets vertellen over dat proces en ook hoe je daar de markt bij betrokken hebt? Ja, doe ik graag. Binnen de provincie Utrecht hebben we een opgave om 150.000 woningen te bouwen de komende 30 jaar. Gigaveel. Een stad nog groter dan Tilburg. En om die stad te kunnen bouwen moeten we nog heel goed nadenken waar we die woningen willen bouwen. Zoals u op het plaatje ziet, op drie plekken zijn we bezig. We zijn met de verstedelijkingsstrategie bezig rondom de U16, rondom de stad Utrecht. We zijn betrokken bij de verstedelijkingsstrategie Arnhem, Nijmegen, Food Valley. Dat is rechtsonder. En we zijn bezig met een ontwikkelbeeld, regio Amersfoort. Als je dan kijkt naar de provincie Utrecht, en wij willen groen, gezond, wij willen aantrekkelijk zijn en blijven. En dan is het een ongelooflijke uitdaging als je kijkt wat je zou willen. En niet alleen op het gebied van woningbouw, maar ook op het gebied van energietransitie.
ook op het vlak van dat we willen dat groen en landschap voldoende mee kunnen groeien. Hoe ga je dat allemaal doen? En hoe zorg je vervolgens ervoor dat het op een goede, slimme en gezonde manier allemaal bereikbaar en toegankelijk is? Nou, om dat proces invulling te geven, moet je na willen denken over 10, 20, 30 jaar om dat voor elkaar te krijgen. En daar hebben we alle partijen bij nodig. Maar de inwoners, de gemeente, zeker ook het Rijk, want er zijn giga-opgaven, hebben we echt het project van het Rijk nodig. En we hebben voor de uitvoering hebben wij alle partijen nodig, zoals ook de marktpartijen. En in deze fase waar we nu staan, we hebben een BO-MID waarbij we afspraak hebben gemaakt, een ontwikkelingsperspectief Utrecht nabij. Uitleggen voor de liefhebber, hè? BO-MID is het overleg waarin landsdelen met het Rijk afspraken maken over het investeringsprogramma. Tot dusver vooral in mobiliteit moeten we bekennen van het Rijk. Dat is BO-MID, hè? Dat klopt, maar waarom doe je? Dat heeft een functie om, als wij zoveel woningen willen bouwen, dat die woningen en die mensen die er wonen, dat ze zich kunnen verplaatsen. Zonder goede infrastructuur, zonder goede mobiliteit, kun je geen woning bouwen. Dus daarom zijn die BO-MID-afspraken gigabelangrijk. En als je dan kijkt naar Utrecht, hebben we een soort wiel met spaken ontwikkeld, zoals dat zo mooi heet. En dat wil zeggen dat we zorgen dat er goede mobiliteitsontwikkelingen zijn op het gebied van OV, op het gebied van fiets, op het gebied van te voet. Maar ook OV op het gebied van de trein, zoals we een aantal nieuwe stations willen ontwikkelen. Zodat we niet alles geconcentreerd hebben in dat centrum van Utrecht, waar alles bij elkaar komt en weer naar buiten moet. Maar dat je in dat wiel verschillende plekken hebt, waaronder je OV-knooppunt ontwikkelt, dat is één. Maar daaromheen ook juist die verstedelijking geconcentreerd echt handen en voeten kunt geven. Hey Rob, maar als ik daarnaar kijk, een langdurig proces dat heel aantal jaren gaat duren. En een van de vragen die we uit de chat krijgen was, ja, worden voltooide projecten getoetst en gemonitord op een meerwaarde voor die lange termijn? Hoe zit die korte en lange termijn eigenlijk ten opzichte van elkaar? Nou, die korte en lange termijn, dat is dat je met gemeenten samen, we zijn met, als provincie met gemeenten samen, om te kijken wat de opgave is. Je moet kijken wat een woningbehoefte is. Vervolgens zijn we aan het kijken welke projecten staan er nu op stapel. Aansluitend bij die behoeften. Nou, echt een disbalans in de provincie Utrecht naar voldoende betaalbare woningen en woningen die veel te duur zijn. En met die gemeenten zijn we aan het kijken wat we op korte termijn kunnen doen. We hebben pandcapaciteit voldoende binnenstedelijk. Maar om die grote opgave, en dan hebben we dus tienduizenden woningen, dan moet je echt verder nakijken, verder doordenken waar je dat gaat doen. En ik besef me al te goed, je gaat ingrijpen op bepaalde bestaande structuren, maar we willen ook bepaalde bestaande structuren versterken. Sommige OV-knooppunten ook versterken. Nou, dat is best wel een heel subtiel spel. En dat is iets wat je gaat doen, niet voor de komende 5 jaar. Nee, je gaat iets aanleggen voor de komende 30, 40, 50 jaar. Dus echt op de lange termijn kijken wat er nodig is om die opgaves te kunnen realiseren. Ja, dan ga ik toch even doorvragen voordat ik naar de volgende ga. Dan hebben we ergens een locatie. Daar is een gemeente en een projectontwikkelaar en die zeggen, nou ja, eigenlijk denken wij dat dit wel een mooie ontwikkeling op deze locatie is. Want die wil die woningen daar wel realiseren en dat kan goed. Hebben jullie dan als provincie een rol om te kijken hoe past dat nou in dat grotere, bredere geheel? Wat is dan eigenlijk je rol als provincie bij dat soort zaken? Nou, kijk, een hele belangrijke rol is dat wij samen met gemeenten deze plannen maken. Samen met de gemeente kiezen we ervoor om rondom bestaande OV-knooppunten te ontwikkelen. Kiezen we ervoor, als die er niet voldoende zijn, of we nieuwe OV-knooppunten moeten ontwikkelen. En als we kijken, we denken van, joh, maar op een gegeven moment benaderen we het moment dat daar de mogelijkheden ophouden, dan moet je gaan kijken, waar ga je verder kijken? Aan de randen van de steden. Maar ook dan weer gekoppeld, dan moet je er ook weer een OV-knooppunt bij ontwikkelen. Dus als iemand met een locatie komt, waarbij we denken, in de toekomst komt daar van zijn leven nooit echt een OV-knooppunt, dan gaan wij, als we vooral naar de buitengebieden kijken, als provincie niet toestaan, dat er grootschalige ontwikkelingen mogelijk zijn. En dus continu denken in het hele concept. En zo doe je het eigenlijk met elkaar, zeg maar, vanuit verschillende belangen, proberen echt die samenhang in het grote geheel in de gaten te houden. En dan kom je op het instrument verstedelijkingsstrategie, dat je met elkaar nu gaat nadenken, met alle overheidslagen en alle partijen, hoe kijken we naar de toekomst toe, waar we dat invulling willen geven. En ook in de stappen van de tijd, waar we de komende 10, 20 en 30 jaar iets mee willen. En daarom is dat zo belangrijk om een soort leidraad te hebben van onszelf, waar we het willen gaan doen, hoe we het willen gaan doen en met wie.
En dat we daar ook het commitment van het Rijk bij nodig hebben. Want als ik zo even vertel hoeveel woningen en hoeveel investeringen nodig zijn, kunnen we dat als provincie Utrecht niet in ons eentje. We hebben echt ook het Rijk bij nodig en ook alle ministeries bij nodig. En daar, die houden we even vast, want daarom komen we natuurlijk, Vincent voelt hem al aankomen, dadelijk ook bij het Rijk terecht. Dankjewel zover. Overigens, ik had u beloofd het antwoord op de vraag, wie zijn er eigenlijk? In ieder geval een kwart van de mensen komt uit Noord-Brabant, een kwart uit Zuid-Holland en de rest komt ergens anders vandaan, geloof ik. Nou ja, dat is in ieder geval zo precies als we nu zijn. Maar gesproken over Brabant is het een mooi bruggetje om naar Paul te gaan. Ik zou je natuurlijk dezelfde vraag kunnen stellen als Rob, maar dat is een beetje flauw, want jij weet vast wel binnen Breda waar je wil zijn. Maar wat vind jij van als gebiedsontwikkeling buiten Breda? Welk gebied vind je dan inspirerend? Verschillende gebieden uiteraard is best lastig kiezen. Ik twijfel dan nog een beetje tussen verblijven in de Biesbos bijvoorbeeld, in een prachtige landschap in onze regio. Maar als het gaat om een gebiedsontwikkeling, dan vind ik de Piershaven in Tilburg wel heel interessant hoe dat is opgezet en de snelheid die daar ook is neergezet. En ook is behouden in de wat mindere jaren die we inmiddels een aantal jaar geleden achter ons hebben. Kijk, mooi. Ik had ook een beetje gehoopt dat je zou zeggen, ik kom graag bij jou in Flevoland langs. Maar ja, dat is een ijdele hoop. Ja, zo gaat dat niet. Hey, verstedelijking. Hoe zijn jullie daarmee bezig in Breda? En hoe is het samenspel ook tussen mobiliteit, want dat is soms best een bottleneck, en die verstedelijking? Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik haak graag aan op Rob, die ook duidelijk benoemt van alle overheidslagen zijn momenteel bezig om na te denken over de verstedelijking. Ik vind het ook heel sterk dat de Novi daar ook richtingen aan geeft. En je ziet dat de provincies ook heel druk bezig zijn op dat vlak. Maar ook op het schaalniveau van de regio's binnen een provincie. Hè. Brabant is een vrij grote provincie, dus naast een provinciebrede verstedelijkingsstrategie. Hebben wij ook wel goed nagedacht om nu, naast eigenlijk het hele succesvolle voorbeeld rondom verstedelijking, wat Eindhoven en omgeving al afgelopen jaar hebben neergezet, ook met Breda Tilburg die handschoen op te pakken. Een aantal jaren terug eigenlijk daar de eerste verkenningen al over gehad. Hè. Dus Willem II tegen NAC zal altijd een bepaalde lading blijven houden. Maar de colleges van Breda en Tilburg hebben de afgelopen jaren fantastisch daarin samengewerkt. En dat is wel een trendbreuk geweest met al die periodes daarvoor. En dan zie je dat we eigenlijk ontzettend veel gemeen hebben. We hebben professor Toudoir een hele presentatie en analyse heeft daarover gegeven. En dan zie je dat we als het ware die twee steden als een daily urban system onderling functioneren. Maar ook die steden en hun omgeving als een daily urban system op een veel hoger schaalniveau, groter schaalniveau dan jaren terug het geval was. Want dan zijn die daily urban systems eigenlijk veel kleiner van omvang. En nu zie je eigenlijk, en zo zijn we ook als opgave in de Novi benoemd, de verstedelijkingsstrategie Breda Tilburg, zie je dat we die aan het opwerken zijn vanuit twee longen, twee regionale investeringsagenda's. En dat is dus Breda een omgeving en Tilburg is dat ook met haar omgeving aan het doen. En die convergeren eigenlijk tot die verstedelijkingsstrategie die we ook samen met BZK aan het maken zijn met de collega's van Vincent onder andere. En dat geeft een. En dan zie je eigenlijk dat als je een logisch schaalniveau pakt om te beschouwen, dat het dan ook ineens heel snel kan gaan. Nee. Dus daar waar het gewoon logischerwijs samenhangt, dan gaat het tempo er ook enorm in zitten, omdat er geen gemaakte bestuurlijke grens is, maar een logische. Ja, ik pak even een zijpaadje, want je noemde in één tussenzin de regionale investeringsagenda of strategie. En dat is volgens mij een begrip dat we heel veel tegenkomen. Het is bijna modern aan het worden, zal ik maar zeggen. Kun je heel kort vertellen, wat is dat nou eigenlijk? Nou, in die regionale investeringsagenda, daar komen eigenlijk alle bovenlokale opgaves, probeer je daarin te bundelen. En even plat en misschien wat populair gezegd, kijk je ook naar het maximaal laadvermogen van het gebied vanuit het perspectief van gezonde verstedelijking. En dus wij kijken ook of we, de Novi adresseert natuurlijk die miljoen woningen. Novi adresseert ook het punt dat die niet allemaal op een kluitje in Nederland kunnen belanden in ruimtelijk opzicht. En doet ook een eerste aanzet voor een sturingsfilosofie. En dan denken wij dat Breda daar en omgeving
eigenlijk een interessant gebied voor is, samen met Tilburg. Om ook te kijken, wat is nu je laadvermogen? Om te kijken, wat kun je aan woningen kwijt? Hoe kun je je economische krachten versterken? Je ziet op de plaatjes die nu voorbij komen, ook links boven Moerdijk natuurlijk als een belangrijke economische motor in ons gebied. Watergebonden bedrijvigheid in Oosterhout. En zo kijk je naar je mobiliteitssysteem, opgebouwd vanuit een landschapsdenken, een lage benadering. En dan wordt bij ons inzichtelijk dat wij buiten de normale programmering op de 10-jaarsperiode voor ons zo'n 25.000 woningen extra kunnen doen. Op een wijze die heel erg past bij de huidige verstedelijking van ons gebied. En juist dus versterkend werkt en niet verstorend. En we zitten nu in de fase waarin we alle partners, NS, ProRail, Staatsbosbeheer, maar ook alle marktpartijen aan het consulteren zijn. Hoe zij kijken naar wat overheden nu onderling hebben opgetekend. En dan merk ik dat er een soort opluchting vaak aan de andere kant van de tafel allereerst is van, goh, zijn jullie het eindelijk eens, hè? Zeg ik dan maar. Het is heel belangrijk voor marktpartijen en voor semi-marktpartijen, zou ik maar even zeggen, om als overheden samen op te trekken. En wij hebben dan zelfs tot en met, we hebben het waterschap ook gecommitteerd, provincie goed aangehaakt. En we doen het ineens op een ander schaalniveau. En dan kun je massa maken, dan ontstaat er ook een soort heldere marsroute waar iedereen wel blij van wordt. Want dat is denk ik wat belangrijk is om even met elkaar vast te houden. Je hebt natuurlijk allemaal je eigen locaties waar je iets wil of moet transformeren. Maar ook die locaties die hebben invloed op elkaar. Die moet je in samenhang bekijken. En eigenlijk hadden we in de vorige plenaire ronde ook al het beeld. Ja, iedereen heeft er andere taken, andere rollen in. Je hebt vaak heel veel verschillende geldpotten. Er zitten op verschillende plaatsen bij de Rijksoverheid, bij de provincie, bij de gemeente, bij de markt. En als ik jou goed begrijp, is zo'n regionale investeringsstrategie of agenda ook een manier om met elkaar vanuit die verschillende taken, vanuit die verschillende doelstellingen, de middelen zo bij elkaar te leggen dat ze elkaar gaan versterken. Dat hoor ik je eigenlijk zeggen. Absoluut. Kijk, je begint zo'n verhaal begin je natuurlijk vanuit Word, zeg ik wel eens. Hè. Je moet eerst het verhaal met elkaar optekenen van hoe klikt dit nu goed in elkaar. Parallel daaraan is iemand druk bezig om kaarten te maken, om dat te visualiseren wat je bedenkt met elkaar en dat neer te zetten. En nu zitten we echt in de fase ook van Excel. Hè. Dus we zijn al die projecten, investeringen, casco-investeringen, niet alleen in asfalt en de hardware, maar zeker ook in het watersysteem wat hard nodig is. Eigenlijk op al die dimensies om die goed inzichtelijk te maken. En dat is natuurlijk met een bepaalde grofheid, maar het geeft wel een hele goede onderlegger straks om, nou, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van de Novi, scenario's uit te werken per deelgebied die in de Novi staan. Nou ja, wat betekent dat dan eigenlijk als we dit ook daadwerkelijk gaan doen wat we geadresseerd hebben? En dan heeft iedere overheid zijn eigen taak, maar laten we vooral het zo organiseren dat dat voor al die andere partners, de marktpartijen, vooral een exercitie onder de motorkap is. Dat wij gewoon met elkaar schouder aan schouder staan om te kijken hoe kunnen wij onze programmeringen zo naast elkaar leggen, dat we het waar kunnen maken dat die casco's in orde zijn, dat die investeringen voor maatschappelijk nut, dat deel wat de overheid verzorgt, dat dat in orde is. En dan denk ik echt wel dat we in Breda, denken wij, zijn we nu bezig met een verdubbeling van de realisatie. Het gaat niet alleen om dromen en plannen, maar het gaat ook om die hijskranen en het bouwen zelf. Daar gaat het vooral om natuurlijk. Daar zit het maatschappelijk effect als het gaat vanuit woonperspectief. En die verdubbeling, die is gewoon aardig in zicht. En dat is verdubbeling ten opzichte van onze historische cijfers. En wij doen er nu met deze propositie, doen we er nog 50% bij. En daarmee zie je eigenlijk dat, het is een hele oude waarheid, maar dat de optelsom is meer dan de som der delen, zal ik maar zeggen. 1 en 1 wordt 3, hè. Dat is een beetje wat je op die manier, denk ik, ook kunt laten zien. Ja, je haalt heel veel waste uit het proces, zowel aan de overheidskant als aan de marktkant, als je dus dit soort dingen goed met elkaar verduidelijkt. Helder. Dank je. Je noemt al een paar keer de Novi, de rol van de Novi-gebieden. Dus dat is een mooie overgang naar Vincent van der Werf, ook welkom. Dankjewel, Job. Met die Novi is wel iets moois aan de hand. Hè? Daar wordt al heel lang over gesproken. We hebben allerlei visies gehad. En inmiddels kent bijna iedereen die in de RO werkzaam is en die iets met de omgevingswet te doen is,
De Novi, Povi, Govi. Govi is dan de gemeente. Dat is niet zo'n beest met mooie oren, maar dat is de gemeentelijke omgevingsvisie. De provinciale omgevingsvisie, de nationale omgevingsvisie. Maar als ik naar het verhaal van Paul luister, dan is dat eigenlijk meer dan alleen maar een visiedocument. Het is een instrument volgens mij, Vincent, waarmee ook het Rijk probeert iets te bewerkstelligen. Kun je daar iets over vertellen? Klopt. De Novi is natuurlijk een hele mooie visie. Die ook heel bewust kiest om een aantal principes mee te geven, een aantal richtlijnen en vooral onderkent dat op gebiedsgericht niveau, vaak op regionaal niveau, de echte keuzes gemaakt moeten worden. Dus dat doen we niet alleen, dat hebben we ook samen gedaan met de andere departementen en heel veel medeoverheden. En je zei al net, we zijn er ontzettend lang over in gesprek, maar hij is er eindelijk, gelukkig. En nu komt het inderdaad aan op van die concrete doorvertaling op regionaal schaalniveau. En daar zijn die regionale verstedelijkingsstrategieën, hij is al een paar keer genoemd, echt heel erg belangrijk voor. Om inderdaad, in mijn woorden, even drie dingen te doen. De eerste plaats is van welke stedelijke regio willen we met elkaar zijn? Kunnen we inderdaad die hele woningbouwprogrammering, maar ook de hele opgave voor elektriciteitsvoorzieningen en de energietransitie, groen, werken, wateropvang in het kader van klimaatadaptatie, krijgen we dat hier ingepast? En niet alles kan en niet alles kan overal. Dus waar moeten er ook ingewikkelde keuzes worden gemaakt op termijn? En als je daar een gemeenschappelijk beeld van hebt, en dat is best een nieuw ding voor het Rijk, want nou ja, het vorige adagium was je gaat erover of niet. En gaf het Rijk helemaal geen opvatting over hoe een stedelijke regio zich kon ontwikkelen. En dat hebben we nu weer wel gezamenlijk. Als je dat eens bent, dan kun je inderdaad bekijken van hoe ga ik het programmeren? Want er zijn dingen in een verstedelijkingsstrategie die met elkaar samenhangen. Je kunt pas bouwen als je weet dat er een goede mobiliteitsontsluiting komt. Daar wordt ook heel strikt op nageleefd door de commissie Meer. Dus zo zie je een aantal van die treintjes ontstaan in zo'n regionale verstedelijkingsstrategie. En als je die hebt geïdentificeerd en je hebt ook samen besloten van dit zijn de locomotiefjes die we als eerste in gang zetten, dan kun je het ook hebben over je investeringsstrategie. Want als de structuur vooruitloopt op gebiedsontwikkeling, dan weet je ook waar je het eerste je investeringsbesluiten over moet nemen. Ja, mag ik daarop aansluiten, Vincent? Want ik hoorde Rob ook al even verwijzen. We hebben ook het Rijk nodig. En ik loop al een tijdje deze wereld rond. Het Rijk is dan een beetje een merkwaardig fenomeen. Want we hebben wel een boel ministeries, maar wie nou precies het Rijk vertegenwoordigt, is soms wel eens een beetje ingewikkeld. Slagen jullie vanuit de Novi er dan ook in om die dwarsverbandingen te maken en die betonnen wanden een beetje te slopen tussen die verschillende kolommen van het Rijk? Ja, dat doen we zeker bij die regionale verstedelijkingsstrategieën en die Novi-gebieden. En dat wil niet meteen betonnen wanden wegslaan en meteen ontschotten budgetten. Dat is natuurlijk een hele scherpe glijbaan. Maar het samen optrekken en samen onderkennen wat er nodig is. Dat is echt een heel belangrijk ding. Dus ook onderkennen dat je infra-investeringsbeslissing ook randvoorwaardelijk is voor allerlei andere investeringen. Dat is lang geleden dat we dat zo met elkaar hebben gedaan. Dus dan kom je weg van de discussie van is dat nou echt wel nodig? Want je hebt inzicht dat het nodig is. En je hebt inzicht in wat randvoorwaardelijk en samenhangt. Twee is vervolgens, als je het eens bent over die programmering, dan weet je ook wanneer wie vanuit welke verantwoordelijkheid een investeringsbesluit moet voorbereiden. Dus op die manier zitten we vanuit de fysieke departementen echt samen aan tafel bij die regionale verstedelijkingsstrategieën en bij die Novi-gebieden. En is het niet alleen maar BZK die let op die integraliteit, want juist ook bij die Novi-gebieden hebben we ervoor gekozen om de Novi-gebieden, er zijn er 8 in Nederland, om telkens een ander duo vanuit de departementen trekker te laten zijn. Als co-trekker samen met de regio voor zo'n Novi-gebied. Dus de integrale blik en zorgen dat je met elkaar scherp krijgt wat je wil en wat je moet doen, dat zit echt bij de verschillende departementen belegd. En dat is mooi nieuws en dat is een tijd geleden. Ja, dat is heel goed. Altijd mooi, goed nieuws. Sowieso ben ik heel blij, laat ik dat persoonlijk titel even zeggen, dat de Rijksoverheid echt zeg maar veel intensiever dan een aantal jaren geleden meekijkt en weer wonen op de agenda heeft staan en zeker ook gebiedsontwikkeling. Maar blijft toch een beetje de vraag hoe zich dat vormgeeft. Want ik hoorde jou het begrip
NOVI-gebied noemen. Misschien is het goed dat je even kort uitlegt, wat is nou een NOVI-gebied? En ook de vraag beantwoord, en als ik nou goede ontwikkelingen heb, maar die heeft op een of andere manier niet het etiket gekregen. Zijn we voor de Rijksoverheid dan meteen vergeten of is het zo erg niet? Ja, NOVI-gebieden, regionale verstedelijkingsstrategieën. Het zijn eigenlijk allebei gebiedsgerichte manieren om samen te werken, Rijkregio, om een integrale opgave vast te pakken. Dus het is niet een sector, hè. We hebben ook woondeals, we hebben ressen. Die zijn hartstikke nodig om, nou ja, omdat er ook heel veel technisch uitzoekwerk is. Maar er zijn een aantal gebieden waar we in dit actief proberen te organiseren. En dan is het ook altijd handig om daar te beginnen waar de stapeling van opgaven en de drukte het grootst is. Het verschil tussen regionale verstedelijkingsstrategie en NOVI-gebieden is eigenlijk dat we in die NOVI-gebieden een aantal opgaven hebben liggen die ook echt nieuw zijn en heel erg ingrijpend potentieel. Als voorbeeld, de haven van Rotterdam is zo'n NOVI-gebied. En daar gaat echt wel wat gebeuren als je let op de energietransitie en de circulaire economietransitie. De mainport Rotterdam, als je dat zijn mainportstatus ook op de lange termijn wil laten hebben, dan betekent dat echt iets nieuws. En wat dat nou precies is, weten we nog niet. En daarvoor, voor zo'n grote transitie, hebben we de NOVI-gebieden in het leven geroepen om daar samen eens met elkaar een begin van een antwoord te krijgen. Maar ook als we geen NOVI-gebied zijn, kunnen we nog steeds aankloppen bij straks hopelijk één Rijksloket. In dat opzicht, misschien ben ik wel nieuwsgierig hoe je aankijkt tegen alle politieke geluiden over een minister van ja, ruimte of wonen of leefomgeving of ja, je weet het niet. Maar gaat dat helpen? Past dat een beetje in de lijn van de NOVI? Of heb je iets van, oh nee, hè, kunnen we weer opnieuw beginnen? Ik ga hem opknippen, je vraag. De eerste was van, betekent dat dat je als regio niet meer, als je niet een bepaald labeltje hebt, dat je niet meer aan kunt kloppen bij de Rijksoverheid? Dat is niet het geval. Want parallel aan deze gebiedsgerichte acties hebben we ook de omgevingsagenda's, die zijn landsdelig en dus ook landsdekkend. Dat is de opvolger van de MIRT-gebiedsagenda's. En in die omgevingsagenda's, Rijkregio weer, identificeren we ook echt. Wat speelt er allemaal in de regio? Wat doen we eigenlijk allemaal? Hebben we dat met elkaar in het vizier? En missen we een aantal dingen? Of schuren er, zonder dat we het weten, een aantal dingen? En daar waar het stapelt of daar waar het schuurt, daar kijken we dan naar van, moeten we daar extra gezamenlijke actie op zetten? En heel vaak, en dat is de les die we in Oost-Nederland hebben opgedaan, dat is de Omgevingsagenda Oost, kun je heel vaak die nieuwe inzichten meenemen in lopende activiteiten. Dus bijvoorbeeld in het lopende MIRT-onderzoek voor de regio Zwolle hebben we een aantal wateropgaven heel stevig kunnen meenemen. Dus via die omgevingsagenda is iedere regio aangesloten op de verschillende departementen in Den Haag. Ja, en dan je vraag over, gaat een nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening helpen? Mag het eigenlijk niet vragen zonder, aan de nee. Die moet natuurlijk zeggen, ja natuurlijk. Nou nee, want weet je, een departementale herinrichting, dat kost vreselijk veel energie. Dat is ook energie die weer naar binnen gaat, in plaats van dat die naar buiten gaat. En dat zou ik vreselijk jammer vinden, want er is genoeg te doen buiten. Dus misschien moet je meer kijken naar van, ja, die roep om regie. Hè, en dat is bijvoorbeeld in de vorm van de minister. Hoe gaat die uitpakken in het regeerakkoord? Ik denk dat BZK de afgelopen periode best een grote portefeuille is geweest. Dat hebben we ook best gezien toen Stientje van Veldhoven tijdelijk minister voor wonen, omgevingswet en ruimte was. Die had gewoon echt een scherpe focus en een ruimere agenda om daar aandacht aan te besteden. Dat merk je meteen. Dus we hebben daar ook in die periode een stevige brief aan de Kamer geschreven over hoe de aanscherping van de ontwerp-NOVI naar de definitieve NOVI eruit moet zien. Dus ik denk dat dedicated aandacht helpt. En of dat nou minister van of voor is, dat is een tweede. Maar ik denk dat je het gelijk hebt. Ja, het gaat om aandacht. En laten we de discussie aan de politiek laten, zeg maar.
hoe dat dan verder in personele zin ingevuld wordt. Voor ik naar Maarten ga, want die kan vast nadenken over de volgende vraag. Je hoort een hele overheid die met één mond spreekt. Ik ben benieuwd hoe je daar vanuit de markt op reageert. Vincent, jij kent heel veel gebieden. Sluit ik daarmee af. Naar welke stad ga jij toe zo over een jaar of 20? Waar denk jij, daar wil ik zijn? Wat leuk. Dat is een andere vraag dan die van tevoren was ingestoken. Maar misschien is dat wel hetzelfde. Wat ik een heel erg inspirerend voorbeeld vind van over die stedelijke transformatie is toch wel Hamburg in Duitsland. Haven City. Ik denk dat velen van ons daar dan wel zijn geweest. Prachtige herontwikkeling van een bestaand stuk stad waar ruimte ontzettend schaars is. Dus die is ook herontwikkeld in hoogstedelijke dichtheden, in de geluidsmantel van de havenactiviteiten die aan de andere kant van de Elbe zijn. Het is fantastisch ontsloten aan openbaar vervoer, maar ook op loopafstand van allerlei voorzieningen in het gebied. Een Elbphilharmonie, die gewoon ook echt meteen internationale allure heeft en identiteit geeft aan zo'n nieuw stuk stad. Ik zou daar over 20 jaar ook best wel willen wonen. Oh, mooi. En wat kunnen we daarvan leren in Nederland? Ik ben daar een aantal keren geweest, het is ook prachtig. En dat Elbphilharmonie is een prachtig gebouw. Wat kunnen we daar in Nederland van leren, van die ontwikkeling? Want ze waren natuurlijk al heel veel eerder, hè? Ja, nou, wat ik het meest inspirerende vind, het is natuurlijk een gebied met hartstikke veel handicaps. Grondvervuiling, hoogwater, geluidsbelasting en dat daar toch een prachtige stad ontstaat. Dus mijn hoop en de hoop die ik eruit put is dat hoe moeilijk het ook is, er kan geweldige stad ontstaan. En misschien komt er wel een mooiere stad, hoe moeilijker en hoe groter de opgaven zijn. Dit wordt er even op het tegeltje. Hoe moeilijker het is, hoe beter het wordt. Hè? Die gaat op het tegeltje. Maarten, dat is een mooi bruggetje. Directeur Amvest, we hebben zojuist gehoord dat de overheid buitengewoon druk is met verstedelingsstrategieën, Novi-gebieden, planvorming, visieontwikkeling. En in het verleden waren marktpartijen nog wel eens zo van, ja, maar wanneer gaan we nou bouwen? Hoe kijk jij ernaar? Ja, nou, dat wanneer gaan we bouwen, dat is volgens mij een vraag die ons allemaal bezighoudt. Hè? Als je kijkt naar het grote woningtekort en de opgaven die op de woningmarkt ons voorliggen, dan hebben we volgens mij allemaal die focus. De tempo moet omhoog. Als we het op dit tempo gaan volhouden, dan loopt het tekort volgens mij alleen maar op. Dus als ik het mag lezen als een onderkenning van die enorme urgentie en het aantrekken van de regie, dan juich ik dat enorm toe. Ik denk dat alleen maar goed is. Dat hebben we denk ik de afgelopen 10 jaar ook wel echt gemist met elkaar. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om vanuit een wat hoger schaalniveau per regio, zoals dan nu ook gaat gebeuren, dus ik denk dat wel helemaal goed is, de opgaves met elkaar in verband te brengen en ook echt ook getalsmatig goed te gaan kijken. Ik denk dat er toch in de afgelopen periode in heel veel stedelijke gebieden te veel verstoppertje is gespeeld door stadsbesturen. En dat onder andere heeft bijgedragen aan het feit dat we nu zo achter de feiten aanlopen. En ik denk dat het tweede wat ik heel erg toejuich is de integraliteit die erin zit. Ik denk dat we ons ook wel een beetje misschien realiseren dat we in onze planologie wel heel erg vaak of denken. In stedelijke gebieden zijn we denk ik de afgelopen 10 jaar daar wel heel erg op teruggekomen. Zijn we heel erg naar integrale ontwikkelingen gegaan waar functies elkaar echt ondersteunen en iets toevoegen aan het bestaande stedelijk weefsel. Maar ik denk dat dat nu ook nodig is omdat in de stadsranden en de gebieden die we denk ik toch ook nog steeds net buiten de stedelijke gebieden nodig hebben voor de behoefte aan alle opgaven die we hebben. En dat is niet alleen wonen, dat is ook de energietransitie, biodiversiteit, de hele mobiliteitskant. Die dingen, de bosstrategie, hoe gaan we om met landbouw in de toekomst. Als je al die opgaves op elkaar legt, dan kom je op hectares benodigde grond. Die hebben we helemaal niet in dit land. Dus ik denk dat we echt naar een NN-planologie toe moeten. En ik heb daar ook wel een aantal voorbeelden van gezien waarvan ik denk dat kan ook echt. En dan is het niet kiezen tussen windenergie en wonen of landbouw, maar die dingen kunnen echt gecombineerd worden. En ik kan me voorstellen dat de RIA's en de Novi-aanpak daar heel erg aan kan bijdragen. Want hoezo hebben eigenlijk wethouders van Stoppertje gespeeld? Dat is natuurlijk een intrigerende tussenzin was dat. Ja, dat is natuurlijk leuk om even een beetje te prikkelen op zo'n gelegenheid.
Nou ja, goed, ik denk dat wat we wel hebben gezien is, waar we 10, 15 jaar geleden een beetje het einde zagen van de centralere aangestuurde planologie in Nederland, dat we daarna in een rijksvacuum, beleidsvacuum terecht zijn gekomen en dat het eigenlijk heel erg aan de stadsbestuur is overgelaten en dat daar, nou, toch een beetje terugkeer naar de middeleeuwen bijna. Hè? Elke stad heeft zijn eigen regels, heeft zijn eigen huurverordeningen, heeft zijn eigen milieueisen. De BENG wordt ook overal weer op een andere manier toegepast. Verstoppertjes spelen ook wel een beetje in de zin dat ik denk dat heel veel steden zich rijk rekenen, misschien wel tegen beter weten in, met wat er allemaal binnen de stad aan productie mogelijk is in een bepaald tempo. Terwijl de cijfers toch elke keer uitwijzen dat die locaties extreem taai zijn, lang duren, meer geld kosten en uiteindelijk te weinig betaalbare woningen opleveren. Hoor ik je nou eigenlijk toch een beetje pleiten voor een iets meer totalitaire aanpak, al dat gedoe met die wethouders? Nee hoor, nee, ik denk niet dat dat met totalitaire systemen te maken heeft. Ik denk dat dat te maken heeft met integraal denken en integraal werken. En door de schalen heen en door de thema's heen de zaken aan elkaar echt durven te verbinden. Volgens mij zie ik Paul popelen. Volgens mij is Paul niet iemand die verstoppertje speelt. Dus herken je wat Maarten zegt? Ik snap wel wat Maarten bedoelt. En ik denk wel ook dat er... Dat er soms een beetje om de hete brei heen gedraaid wordt bij initiatieven. Ook in de interactie tussen marktpartijen en overheden. He, dus dat wordt dan vanuit overheidsperspectief of politiek perspectief vaak geframed als ja, we hebben een ja-mits-houding. Dus we blijven in gesprek. Hè? Dus we hebben een hele positieve houding. Uiteindelijk hoor ik ook veel marktpartijen zeggen, nou, geef ons nou maar gewoon aan wat nou eigenlijk de vereisten zijn vanuit een overheid voor een bepaalde locatie. En dan kunnen wij ook, zeg maar, met onze creatieve insteek daarmee aan de slag vanuit die kaders. Ja, dus wees ook gewoon helder vanuit die kaders. En dat ja-mits gedrag, zal ik maar even zeggen, dat is dan even een ander woord voor het verstoppertje spelen misschien. Misschien wel positief bedoeld, maar het helpt niet altijd verder. Dus de andere kant van de pendule is het totalitaire systeem, dat hoeft dan ook weer niet. Maar een bepaald stukje helderheid aangeven vanuit overheden. En dan denk ik met name ook vanuit gemeenten die de meeste interacties hebben met die marktpartijen op projectniveau. Ik denk dat dat enorm ook kan helpen. En wij gieten dat in Breda bijvoorbeeld in het vat door een 100 dagen aanpak te hebben. Waarbij je aan de voorkant bepaalt welke iconische waarde moet een bepaalde gebiedsontwikkeling nu hebben. En je hebt gewoon 100 dagen om dan samen een plan te maken. En samen een eventuele derde partij in te huren. En dan ben je eigenlijk een soort gezamenlijk opdrachtgever geworden voor een bepaalde ontwikkeling. In plaats van dat je bij de brievenbus een plan ontvangt en er dan met een rood pennetje doorheen gaat. Ik denk dat dat belangrijk is. Als iedereen zich verstopt, dan is er niemand meer om te zoeken, zal ik maar zeggen. Dus dat helpt niet. En van beide kanten hebben we denk ik dat gedrag inderdaad ook wel gezien. Maar de roep is inderdaad wel helder om meer guidance, zal ik bijna zeggen, vanuit de hogere overheden, vanuit de coördinerende overheden. Rob, wat voor rol kan de provincie in dat proces spelen? De provincie heeft denk ik een ongelooflijk belangrijke rol dat ze de provincie goed kennen. De mogelijkheden goed kennen, maar ook de beperkingen op bepaalde plekken heel goed kennen. En dat ze echt samen met de gemeente, ik vond het mooi wat Paul net zei, of na 100 dagen is, maar dat je echt samen elkaar goed in de ogen kijkt en samen tot goede plannen komt. En die plannen, en dat gaat vaak op, als je het hebt over thema's, ook als over natuur of over mobiliteit, maar ook, ik vind wonen ook echt een regionaal vraagstuk, dat je op dat regionaal niveau echt dingen kunt agenderen met een goede lobby bij het Rijk en wat je nodig hebt en dat het Rijk ook echt actief gaat meedenken. Dus ik denk dat we als provincie een hele belangrijke schakel zijn om dat proces goed te laten verlopen. En de provincie heeft ook een belangrijke rol om die kennis die opgedaan wordt goed te monitoren. Goed te monitoren wat goede interventies zijn. Wat geslagen interventies zijn, dat we op andere plekken ook weer toe kunnen passen. Ja, in die belangrijke schakelrol denk ik dat wij een ongelooflijke goede rol kunnen vervullen. Ik heb al gezegd, ik wil echt niet zeggen, we hebben alleen maar geld van het Rijk nodig. We hebben ook gewoon denkkracht, kennis nodig en meedenken. Als provincies kunnen we ook best wel iets in betekenen. Maar ik denk dat die schakelfunctie als middelbestuur, ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is.
En als je het over de woningmarkt, hè, dat is een belangrijk onderwerp ook vandaag. Ik zie een ongelooflijke disbalans als ik kijk naar de provincie Utrecht. Ik herken dat in meer regio's. Wat voor type woningen worden hier nou gebouwd? In de provincie Utrecht is het gewoon zo, als je een woning bouwt van 4 ton, 5 ton, 6 ton, ze gaan als zoetebroodjes gewoon weg. En ik zie dat grote groepen in onze samenleving niet meer aan een woning kunnen komen. Ik heb zelf 3 kinderen in de 20. Nou, ik krijg het te voortduren thuis. Ja. Jij bent daar toch van? Zorg jij eens dat daar voldoende betaalbare woningen komen. Dus dat vraagt iets hoe we dat gaan inrichten, hoe we dat gaan doen met elkaar. En ik denk dat de provincie daar een goede belangrijke rol kunnen om, dat, om die discussie goed te agenderen. Ga ik even naar Maarten, herken je dat? Want het type woning dat gebouwd wordt is een belangrijk ook, zeg maar, onderwerp ook voor, zeg maar, de bouwende partijen en de ontwikkelende partijen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, nou ja, betaalbaarheid gaat ons denk ik allemaal heel erg aan het hart. Hè? Amvest is een ontwikkelende belegger. Uiteindelijk is ons doel om in middeldure huurwoningen te beleggen met name. En we doen dat voor pensioenfondsen. Hè? Mensen die daar in de zorg werken, glazenwassers, verpleegsters, ZZP'ers die allemaal aangesloten zijn bij pensioenfondsen waar wij uiteindelijk elke dag voor werken. Dat zijn ook vaak de doelgroepen voor die middeldure huurwoningen. En het is gewoon enorm lastig om vandaag de dag betaalbare woningen te creëren. En dat ligt aan een heleboel feiten. Dat heeft te maken met hele hoge bouwkosten. Daar hebben we weer de erfenis van de vorige crisis, waarin een heleboel schaarste is ontstaan in die wereld. Dat heeft te maken met hele hoge grondkosten, die ook niet zelden door gemeenten zelf met erfpacht worden bepaald. Heeft ook te maken met de druk op de grond, gewoon omdat er zo weinig woningen worden opgeleverd en er dus zoveel vraag is, dat het heel moeilijk is om die betaalbare woningen ertussen te krijgen. Nou, het is heel legitiem dat we met elkaar daar ook proberen paal en perk aan te stellen. Alleen het lastige is dat vaak nu leidt tot allerlei restricties in de markt die het alleen maar moeilijker maken om nog meer woningen te realiseren. Terwijl uiteindelijk toch het ook heel erg gaat over gewoon veel meer aanbod maken. Hè. Dat tekort, dat moet gewoon opgelost gaan worden. Maar het is heel moeilijk. Je hebt daarvoor denk ik een aantal belangrijke elementen genoemd. Maar toch is ook die betaalbare woning een onmisbaar element in integrale gebiedsontwikkeling. Hoe zorgen we dan toch voor elkaar voor dat ze er wel komen? Ja. Ik denk dat we moeten echt, denk ik, sneller, anders en goedkoper met elkaar te werk willen gaan. En dat betekent dat we bij goedkoper ook echt moeten opletten dat we niet allerlei eisen gaan stapelen die misschien elk voor zich heel erg begrijpelijk zijn, maar uiteindelijk gewoon een heel erg dure ontwikkeling opleveren. Als we sneller te werk gaan, dan gaat het ook lukken om gewoon meer woningen te maken en de vraag-aanbodbalans beter in evenwicht te krijgen. En dat staat op gespannen voet met wat je nu ziet, dat toch heel vaak wordt gezegd, het moet allemaal binnen het bestaansstedelijk gebied worden opgelost. Daar zitten wij ook massaal in. Hè. We hebben een aantal van die grote industriële herontwikkellocaties. Ja, dat duurt gewoon 5, 6, 7 jaar voordat je ooit een keertje begint. En de kosten zijn heel erg hoog, omdat je met allerlei transformatiekosten zit, met grondkosten, bodemsaneringen, geluidproblemen. Dat moeten we ook allemaal willen, alleen het is niet altijd de sleutel tot betaalbaarheid. Nee, eens. En dan maak ik even een rondje dadelijk langs jullie alle vier. Want het thema van dit congres is natuurlijk toch het verzilveren van de kansen van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Al die dingen die Maarten net noemt, ja, die zijn natuurlijk waar, maar daarom gaat het ook zo langzaam. En de opgave is natuurlijk, hoe kunnen we dat nou versnellen? Dan heb ik ook iets gelezen over het principe van een stedennetwerk. Er is kennisuitwisseling, er zijn regionale investeringsagenda's, er is een toenemende roep om integraliteit. Maar eigenlijk aan jullie alle vier, en dan begin ik dadelijk even bij Rob en maak ik zo het rondje. Wat kunnen we nou met elkaar doen om te zorgen dat we binnenstedelijk niet steeds met elkaar de problemen blijven herhalen, maar dat we zorgen voor een versnelling en het verzilveren van die kansen van die binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Dan begin ik bij Rob en maak zo even een volledig rondje. Rob. Ja, ik begin even bij het Rijk. Wat is er nodig? En Vincent mag dat aanvullen. Vanuit het Rijk echt meedenkkracht hoe je dingen mogelijk gaat maken. Daar hebben we soms andere type regels nodig. Andere type regels nodig van wie mag welke woningen bouwen. Onder welke voorwaarden hebben we soms ook nieuwe financieringsconstructies nodig. Daar kunnen we zelf over nadenken, maar dat willen we samen ook met het Rijk doen. Ook financieringsconstructies over
veel woningen bouwen, maar ook in een groene omgeving. He, dus dat hoort erbij als je aan gebiedsontwikkeling denkt. Als provincies echt een opgave om te kijken, waar loopt het nu knel? Waar kunnen wij een bijdrage leveren door slimme combi's te maken? Ik vond het verhaal van Maarten wel mooi, want ik lees nu ook daar waar je iets met energietransitie en met investeringen daartoe doet, of over gebiedsontwikkelingen, kunnen daar ook verdienmodellen in zitten om bepaalde middelen te genereren voor extra verstedelijkingsopgaven te doen. Hè? En het is aan de provincie, maar ook samen met de gemeente, om lef te hebben om te kijken waar ga je, ik vind het altijd oude meuk, opruimen op bedrijventerreinen. Waar heb je het lef om echt rigoureus plekken vrij te maken, opdat we die ontwikkeling in gang kunnen zetten, waarbij je als waterschap, als provincie mee kunt denken hoe je het moet doen. En ook weer samen met het Rijk kijken hoe je dat mogelijk kunt maken. Dus er zit van ons op alle lagen zit er iets in waar je wat aan kunt doen. Lef, samenwerken en kennis uitwisselen zijn belangrijke Juist. Elementen. Vincent, wat denk jij dat er zou moeten gebeuren om die kansen van die binnenstedelijke transformatie te verzilveren? Dat betekent tempo maken op die ontwikkelingen waarvan je zeker weet dat die nu kunnen en dat ook geen spijtgevallen zijn van de toekomst. Dus als wij nu weten dat we gebiedsontwikkelingen met 2 keer zoveel woningen kunnen bouwen, als voorbeeld, als we hoogwaardig openbaar vervoer er doorheen trekken in plaats van dat hij daar buiten blijft, dan vind ik dat zo'n locatie die je echt in zo'n regionale verstedelijkingsstrategie op regionaal verband moet bekijken van is dit de meest slimme locatie om aan de voorkant te hebben of hebben we slimmere? En dus ook voor maximaal rendement gaan, misschien ook niet op de hele korte termijn, maar op de middellange termijn, voor juist dan die randvoorwaardelijke systeem ingreep. En dat is niet alleen maar bereikbaarheid, dat kan ook energieinfrastructuur zijn. Hoe kunnen we op termijn ook dat tempo blijven houden? Dus ik zou zeggen, ik was heel blij met Maarten toen hij zei van integraliteit, dat is een belangrijk ding. Ik denk op die manier integraal naar het systeem blijven kijken en tempo houden op de no regrets. Dat is volgens mij hoe we de boel weten te verzilveren. Ah, dus eigenlijk voeg jij het rijtje van Rob toe ook durven kiezen en durven volgordes durven af te spreken. Ja, faseren. Gezamenlijk. Maarten, als ik hem aan jou stel, die vraag. Ja, ik denk dat het ik sluit me heel erg aan bij wat de vorige 2 sprekers hebben gezegd. Dus ik wil daar eigenlijk wat aan toevoegen. Ik denk dat wij heel vaak ook wel aanlopen tegen misschien gebrek aan capaciteit op de gemeentehuizen in de ambtelijke diensten. Dus er is natuurlijk ook wel heel veel gesneden in de vorige crisis. En het is soms ik denk dat het kan versnellen als daar meer mensen met voldoende kennis van zaken zit. Omdat daar gewoon de capaciteit nu vaak te laag is. En ik denk dat het ook heel erg zou helpen als ook op die integraliteit ook in het stadhuis heel erg wordt gevoeld. Hè. Dus waar ga je voor? Ga je voor de gemeentelijke schatkist of ga je voor de betaalbaarheid? Ga je voor snelheid of ga je voor een organisch ontwikkeltempo of iets dergelijks? Hè. Dus heel vaak merk ik toch dat wij als marktpartijen daar eigenlijk een soepje van moeten maken. Omdat er op het stadhuis allerlei verschillende denkbeelden zijn. En die worden soms gewoon met een nietje er doorheen bij ons op tafel gelegd. En dan mogen wij daar een keuze in maken of de onmogelijkheden aan elkaar verbinden. En ik denk dat daar scherpere keuzes in maken ook heel erg gaat helpen om een helderder kader aan dat soort stedelijke transformaties mee te geven. Dus eigenlijk hoor ik jou aan het rijtje toevoegen. Niet alles willen en met elkaar kiezen wat je wel wil en wat je misschien niet nu, maar op een later moment wil. Ja, en dat geldt ook voor het stapelen van eisen. Hè. Ook daarin moet je heel vaak toch ook een beetje kiezen. Wil je het een of wil je het ander? Uiteindelijk kan het niet allemaal of het levert onbetaalbare projecten op. Paul, jij mag je gemeenteraad uit gaan leggen wat je niet gaat doen. Wat zij je wel opgedragen hebben, zojuist van Maarten. Ik vind het wel vervelend, want ik weer dezelfde zaken in mijn hoofd die ik net allemaal heb gehoord. Maar ik zal ze proberen in net wat andere woorden toch even nog wat vanuit mijn perspectief te duiden. Kijk, het is naast alles wat je kan regelen in organisaties en in stukken, et cetera, gaat het ook gewoon om esprit aan beide kanten van een projecttafel. Je kunt zeggen van mensen erbij, je kunt ook zeggen van we kiezen wat meer, we brengen gezonde prikkels in een systeem. Dus een gesprek met een marktpartij, ik wil wel intern prioriteren, maar dan vraag ik dat ook aan de andere kant van de tafel.
En dat mag een marktpartij ook initiëren met een overheid. Maar daar gaat het me niet om. Maar dat zijn volgens mij ook gewoon de gezonde gesprekken die je niet allemaal in beleidsstukken regelt, maar ook gewoon in een houding, zeg maar, van beide kanten kan ontwikkelen. Focus in onderwerpen, nou, dat heb ik net al een beetje aangegeven, daar ben ik groot voorstander van. Juist bij die versnellingsprojecten is het echt nodig om aan de voorkant ook te bepalen van, ik noem dat zelf altijd, wat is de iconische waarde? Dat kan in ons geval zijn de bijdrage aan stad in een park. Maar dan kun je niet ook nog eens vragen al die andere eisen die er ook allemaal nog zijn. Hè? Dus en vaak, ik kan me wel inleven in wat Maarten zegt. Kijk, het werkt natuurlijk toch vaak zo dat in een grote organisatie alle verschillende beleidsafdelingen allemaal minimaal een 7 willen scoren op hun beleidsveld. En met die iconische waarde bedoel ik dat we echt aan de voorkant, het bestuurlijk moet er denk ik ook niets voor schromen om daar bestuurlijk ook bij betrokken te zijn om te bepalen welk onderwerp, welk thema moet nu gewoon een 8 of een 9 scoren. En daarmee houdt dat impliciet in dat allerlei andere beleidsvelden met een 6,5 of een 6 genoegen moeten nemen, omdat het nou eenmaal niet anders gaat opstijgen. He, want anders heb je een lekker plan, dan kan iedereen goed slapen, maar dan zal er nooit een kraan besteld worden. Nou, en daar, dat realisme moeten we wel echt houden, vind ik. Want anders moet je ook niet blijven zeggen dat je tempo wil. Nou, is natuurlijk één verschil tussen marktpartijen, overheden en overheden. Dat kunnen wij best vinden, zoals we hier met z'n vijven zijn. Maar hoe zal ik het nou eens netjes zeggen? Tussen droom en daad staat de gemeenteraad. Dit mag ik niet hardop zeggen, geloof ik. Maar zomaar gemeenteraden, provinciale staten, Tweede Kamer, hebben ook zo'n opvattingen. En die zijn soms toch iets minder integraal als dat je zou willen. Hoe gaan we daarmee om dan? Want dat is wel de democratische legitimatie en de uiteindelijke baas. Maar ik mag hopen dat we dan als college toch op het uitvoeren van kaders worden afgerekend. En niet op, zeg maar, continu op projectniveau tactische keuzes maken. Dus daar zit volgens mij echt de collegerol, bestuursrol, om hier afhankelijk van wie je tegenover je hebt zitten, iedere keer een goede keuze proberen te maken. En je hebt gelijk, daar moeten we heel goed in de gaten houden dat het totale realisatie of de totale programmering voldoet aan dat wat onze politieke bazen ons opdragen. Ah, dit is een keurig politiek antwoord natuurlijk. Maar zo is het wel. Dan moet je zelf kijken van hoe scherp kun je daarin aan de wind varen. Maar ja, als je tempo wil maken, dan zul je toch daar wat, denk ik, toch op deze manier in moeten gaan zitten. Want anders blijf je in het karrenspoor van zorgvuldigheid hangen. Nee, dat snap ik. Maar ik hoorde volgens mij Maarten in zijn eerdere betoog ook wel uitleggen dat soms de praktijk wat weerbarstiger is dan deze zo schoon geuite wens. Zou het dan, klein gedachte-experiment, ook niet makkelijk zijn naar een gemeenteraad of voor Rob naar Provinciale Staat als je zegt van ja, u kunt dat wel vinden, maar van de provincie of van het Rijk moet ik dit? Ja, ik ben aan het begin van deze bestuursperiode heb ik een soort stapeltje met versnellingsvoorstellen naar de raad gebracht. En ook aangegeven dat ook als je wil versnellen, het ook gevolgen heeft voor de positie van de gemeenteraad. Dus de meest ruime verklaring van geen bedenkingen, zal ik maar zeggen, ophalen bij de gemeenteraad. Aangeven dat het vrijgeven van een bestemmingsplan op een andere, snellere manier kan. Het zijn allemaal kwestie van weken, hè, die je daarmee wint. Maar dat bij elkaar opgeteld levert toch wel weer wat versnelling op. En dat geeft gevolgen voor iedereen in die daarbij betrokken is. Ook voor de ambtelijke organisatie. Die zal ik dus op sommige plekken ook meer ruimte moeten geven om zaken zonder mij af te regelen. Want anders loopt het hele systeem vast. Dus iedereen moet proberen daarin gewoon een rol van versnelling te pakken. En ik ben ervan overtuigd dat zich niet allemaal laat structureren, zal ik maar zeggen. Dat kun je niet allemaal optekenen. Helder. Dat is ook een mindset die je met elkaar moet ontwikkelen. Hey, Rob, herken jij dat? Want jij moet natuurlijk ook met de Staten omgaan op diezelfde manier. Ja. Nee, ik vind het een ongelooflijk goed punt. En ik ben zelf betrokken geweest bij een regio-deal. Regio-deal Vitale Wijken. Gaat ook over sterke transformatie. En het knappe vond ik van dat traject is dat we als één overheid dat hebben in elkaar hebben getimmerd. En als één overheid hebben we geprobeerd te zorgen om zowel op gemeentelijk niveau als bij de staten als bij het Rijk dingen voor elkaar te krijgen. Je ziet op uitvoeringsniveau dingen te gebeuren. En ik merk gewoon, en dat is bij een gemeenteraad zo, bij een staten zo, Tweede Kamer, als je wordt overvallen door iets dat iemand anders verwacht dat jij iets moet gaan doen. Oh, dan gaan de hakken in het zand. Ga je aan de voorkant even melden van joh, we zijn hier en hier mee bezig.
dat komt eraan. Dan kunnen ze, en je geeft ze een rol ook om mee te denken, is belangrijk. En ik vind het goede wat Paul net zei. Die versterkingsstrategieën vind ik echt ontwikkelingen. Dat moeten staten, dat moeten gemeenteraden, moeten echt dat vaststellen. Dat biedt er kaders aan voor de langere termijn. Maar dan moet de staten wel meegenomen als op projectniveau of deelgebieden wat echt ontwikkeld gaat worden. Worden ze over geïnformeerd, moeten goede informatiesessies houden. Maar ze moeten niet dan iedere keer de bal hebben. Dan willen we exact gaan beslissen wat daar en daar en daar allemaal moet gebeuren. Dus in die zin vind ik het, ook die hele versterkingsstrategie een belangrijk voertuig om dat tempo echt erin te krijgen. Hey Vincent, ik stel de vraag toch ook maar even aan jou. Veel ingewikkelder, maar nog niet zo lang geleden begon ook de Tweede Kamer zich te bemoeien met het aanwijzen van bepaalde wijken voor bepaalde functies. Daar speelt natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Hoe kunnen jullie daarbij helpen om ook die Kamer een beetje in de goede modus te krijgen? Ik proef een beetje de antwoorden van Paul en van Rob ook. Het komt aan op bestuurskracht. Hè? Dus weet je goed uit te leggen aan je raad of aan je staat, of in dit geval aan de Kamer, waar je mee bezig bent. En hoe jij de samenwerking met je collega overheden ziet. Dus de minister heeft natuurlijk net uitvoerig voor de tweede keer beargumenteerd waarom ze het nu niet aan haar vindt. Om op projectniveau of op locatieniveau uitleglocaties vast te leggen. En dat doet ze dan ook echt wel in heel nauw overleg met die collega-overheden. Dus ja, het is echt bestuurskracht. En dat regel je niet dicht, niet in de omgevingswet of wat dan ook. Dat komt dan echt aan op de kracht van de bestuurder. Mooi, dank. Ik denk dat dit mooi is om toe te voegen aan het lijstje, dat los van alle zaken die je afspreekt met elkaar, echt bestuurskracht ook nog wel echt een element dat we niet uit het oog moeten verliezen. Ik sluit af met één rondje, laatste rondje langs jullie. We hebben allemaal verteld hoe we gepassioneerd bezig zijn, ieder op zijn eigen niveau en met zijn eigen projecten, met stedelijke transformatie. Toch hebben we ook allemaal wel aangegeven dat er soms dingen anders moeten. Als ik nou aan jullie dadelijk vraag, een beetje model staat voor gemeenten, voor provincies, voor het Rijk of voor de markt. Hè? Want dat zijn een beetje de vier invalshoeken. En je zegt, nou, we gaan de komende periode weer aan de slag. Noem eens één ding wat je anders zou doen. Wat zou je anders doen dan dat hoe het tot dusver gaat? Ik ben nieuwsgierig of jullie allemaal daar één antwoord kunnen geven waar je misschien ook wel de discussie weer mee verder helpt. En aangezien de markt in dit gezelschap de minderheid is, krijgt hij het eerste woord. Maarten. Nou, daar heb ik wel heel kort om na te denken. En dat is misschien een beetje flauw, maar wat Paul net zei over het icoon. Dus ik wil hem niet napraten, maar dat interesseert mij wel heel erg. Dat motiveert mij ook heel erg om in elke keer in een gebiedsontwikkeling heel erg te gaan zoeken naar wat is nou hier eigenlijk de lol van het verhaal. Waar gaat het eigenlijk over? Waar wil je op excelleren? Waar breng je ook het meeste mee voor de stad waar je bezig bent? Als het gaat om de bijdrage die zo'n gebiedsontwikkeling kan leveren. En ik denk dat op die manier naar dingen kijken, dat is dus echt inderdaad een andere manier dan zoveel mogelijk eisen verzamelen en zoveel mogelijk beleidsnota's nog eens leeg schudden en zeggen, wat hadden we ook alweer allemaal op het verlanglijstje staan. Maar echt gaan zoeken naar wat is nou de kracht van dit gebied en waar lossen we nou de belofte het mooiste mee in. Ik denk dat dat ons heel erg snel ook in die integrale tijd, hè, waar we het eerder over hadden, dat we elkaar daar dan het makkelijkst ook in gaan vinden. Want dan heb je een soort logisch doel, een soort stip op de horizon, een soort wens, een vondst, waarvan we allemaal zeggen, als dat nou eens zou kunnen, als we de stad daar nou eens mee zouden kunnen verrijken. En dat is altijd een integraal verhaal, maar dan maak je ook van daaruit denk ik heel logische keuzes, die ook politiek, hè, voor gemeenteraden en dergelijke, ook die inspiratie zouden moeten geven. Daar gaan we achter staan. Dank. Punt, want ik krijg een seintje dat we nog 2 minuten hebben. En die is voor de overheid in 3. Wat gaan we anders doen, Vincent? Er komt 1 begrip boven. De witte olifant aanpakken die in de Kamer staat. En dat is toch die hele grote investeringsopgave die we met elkaar hebben. Om dat mogelijk te maken. En daar moeten we nog aan toekomen. Maar laten we hem in plakjes snijden, zodat hij niet te slikken valt. En laten we kijken of we daar dan ook nog eens een keer, laten we daar meerjarige zekerheid over bieden. En het liefst ook nog eens een keertje met flexibiliteit. Dank. Rob?
Ja, dank je Vincent. Gebiedsniveau en op dat niveau kijken wat voor investeringen nodig zijn. Dat lijkt me een hele goeie. Ik wil er dan toevoegen even iets vanuit de provincieblik. Wij hebben echt het voornemen om echt anders te gaan doen, is aan te geven waar ontwikkelingen mogelijk zijn. Jaarlijks dat met onze gemeente te actualiseren en te optimaliseren. Dus dat wil zeggen, niet elke 4 jaar een bolletje op een kaart zetten. Daar denken we dat mogelijk uitbreiding mogelijk kan zijn. Nee, we gaan jaarlijks regionaal programmeren wat er mogelijk is. Er vallen dingen af, er komen jaarlijks dingen bij. Adaptief, flexibel om dat tempo er goed in te houden. Adaptief, flexibel. Mooi buzzword. En tenslotte, kort, Paul. Heel kort. Je formuleerde net ook een beetje hoe zou je dingen anders doen. Ik had terugkijkend misschien wel eerder de oplossingen voor gebiedsontwikkeling in problemen in de bestaande stad gezocht. Dus daarmee bedoel ik, er is in de bestaande stad een enorme opgave op de energietransitie. Nou ja, misschien moeten we dan als overheid daarin enorm vooruit sprinten, zodat we de gebiedsontwikkeling eigenlijk ontlasten van die puzzel, omdat we daar gelijk een ander energiesysteem realiseren. En dat kun je eigenlijk bij andere thema's ook doen. Dat kan ook bij mobiliteit of bij andere thema's. En dan ontstapel je ook, zal ik maar even zeggen. Dat is geen goed Nederlands woord, geloof ik. Maar daarmee is er wel een bepaald belangrijke randvoorwaarde ingevuld die niet weer continu van begin af aan in die gebiedsontwikkeling opgetrokken moet worden. Mooi, dank. Daar is de cirkel rond, want dat hoorde ik Maarten ook een aantal keren echt bepleiten. We hadden hier nog een uur over door kunnen praten. Dat gaan we niet doen, want we gaan over een kwartier de tweede ronde in. Dank aan Vincent van der Werf, directeur van de Nationale Omgevingsvisie. Rob van Muilenkom, gedeputeerde in Utrecht. Paul de Beer, wethouder in Breda. En Maarten Jansen, directeur Amvest. Dank voor jullie bijdrage aan deze discussie. En tegen iedereen die nu nog zit te kijken, zeg ik, neem even een kop koffie. Ga even wandelen. Tot over een klein kwartiertje bij de tweede ronde workshops. Dankjewel.